Een bijzonder goedenavond en welkom bij FC Rijnmond op deze vrijdagavond. We gaan praten met de mannen aan deze desk over het voetbal. Dat doen we met Geert den Oude, Dennis van Eersel en Sjoerd Mossoe. Welkom allemaal. Sjoerd, een beetje genoten van Sneijder gisteravond het afscheid? Traantje weggepinkt. Ja? Nee, dat niet. Nee, oh. Ja, dat was het net te kunstmatig voor. Ja, het was er wel een beetje... Dat afscheid van Robben, dat was mooier. Het moment dat hij inderdaad afscheid nam in die wedstrijd. Dat, ja, en die speelde nog een echte wedstrijd. Die liet nog één keer zien hoe goed hij was. En dit was toch een beetje... Wel een beetje poppenkast, ondanks dat ik het mooi vond. Hoor. Ik vroeg me gisteren wel af, hoe moeten we een afscheid gaan nemen van Persie? Want die moet ook nog zijn afscheid krijgen. Ja, die krijgt geen afscheidswedstrijd, hebben ze bij de KNVB gezegd. Nee, alleen de Record International. De Record International. Dat is het ook zonde dat je nooit meer afscheid hebt kunnen nemen van het Nederlands elftal. Ja, maar hij is officieel ook niet gestopt. Nee, hij is officieel niet gestopt. Dit zou nog kunnen, ja. Nou ja, hij is nog beschikbaar, dus je krijgt gewoon afscheid. Maar wat wordt dan de grens? Hoeveel interlands moet je dan gespeeld hebben om een afscheid te krijgen? Ja, een record. 130, 130. Ja, maar 130. Zoals jij bedoelt, waarom moet Van Persie dan een afscheid krijgen? Nee, maar hij krijgt natuurlijk wel een oorkonde of zo. Precies. Zoiets. Wie kreeg er nou een keer... Van Persie kreeg toch iets thuis gestuurd, een keer in Turkije, hè? Ja, naar zijn honderdste. Naar zijn honderdste, ja. Naar Kazachstan. Sorry dat we het waren vergeten, maar hier is het. Precies, dat is een beetje... Ja, als je het verzint gewoon... Dan... Ja, precies, zo ga je dat, dat je het pakketje afgeleverd krijgt en dat er dan een briefje in de lucht af te halen bij de buurvrouw. Ja, maar het is natuurlijk een beetje... Je zegt nu, Van Persie krijgt het niet, maar in Amerika zou natuurlijk elke speler die afscheid neemt op grootse wijze, krijgt natuurlijk een groots afscheid, toch? Dat hoort toch een beetje... Ja, maar we hebben ook wel... Ja, die Van Nistelrooy's en Davids en zo, die hebben op zich ook wel een afscheid gehad. Mm-hmm. Die kregen dan voor een wedstrijd, werd die dan gehuldigd en die mocht ook een mooi eerrondje lopen. Ja, het is ook een beetje, wij zeggen in Nederland zeggen we al dat we dat niet goed kunnen, maar het gaat ook wel eens wel goed. Ja, nou, toch gisteravond ja, dat was een waardevol afscheid, zeg maar. Dick Advocaat kennen we nog van vorig seizoen bij Sparta. En een roemrijk verleden natuurlijk, een beetje flauw om het laatste seizoen tegen hem te houden. Ja. Maar wordt nu genoemd bij FC Utrecht als opvolger van Jean-Paul de Jong. Nee? Moeten ze het niet doen. Waarom niet? Nou ja, Dick Advocaat is de laatste jaren vooral bezig geweest als troubleshooter. En ik denk dat een club als Utrecht nu niet zit te wachten op een troubleshooter. Advocaat is verder een prima trainer, maar die heeft toch zijn hele eigen wijze. Kijk even wat, als je de Spartanen bij Sparta hoort, dan is hetgeen wat Alex Pastoor, want niet alles wat Alex Pastoor daar gedaan heeft, is natuurlijk verkeerd. Maar dat heeft Advocaat in de korte tijd allemaal afgebouwd en volledig zijn eigen gang gegaan. Nou ja, als hij dat bij Utrecht ook gaat doen, dan lijkt me dat geen goede zet. Nee, dus voorlopig niet doen, zeg jij eigenlijk. Nee. Feyenoord, AZ, gaat dat eigenlijk volgende week nog door, Dennis? Ja, er zijn nu acties hè, bij de politie, die worden voorbereid. Het is nog niet duidelijk of die wedstrijd doorgaat. Bij Feyenoord hebben ze nog niet gehoord dat het niet het geval zou zijn. Hè. Acties om alleen nog maar bureauwerk te doen voor een beter CO. Dus het is een beetje onzeker of volgend weekend onder andere AZ Feyenoord of het door kan gaan. Nou, gaan we straks uitgebreid zo verder praten over de speelronde die voor ons ligt. En Feyenoord en Sparta. En meepraten met deze mannen kan ook. Moet je naar de Facebookpagina van RTV Rijnmond, RTV Rijnmond Sport. Laat je vragen achter, kan ik ze hier stellen. Eerst tijd voor de week die achter ons ligt. We moeten kritisch zijn. Het gaat niet zo goed met de Nederlandse journalistiek. Toch, meneer? Kutkamp! Er wordt ons een gebrek aan scherpte verweten. Ja, ik zat nog te denken wat ik ging zeggen. Onze Rotterdamse collega Hugo Borst is altijd scherp. Zo'n afscheidswedstrijd van Wesley Sneijder, 3 dagen voor het duel met de wereldkampioen, is toch krankzinnig. Dat hij überhaupt dat podium hebt om in de AD iets te mogen schrijven. Kutkant! We hebben een ander podium nodig, dat is niet journalistiek denk ik, maar het is meer een komiek. Ik sta daar donderdag en ik zal zorgen dat hij geniet ook. En genieten was het. De duurste aankoop ooit van de Eredivisie maakte af en toe een klein schoonheidsfoutje. Maar verder was het een aaneenschakeling van hoogtepunten. En wat was het grootste nieuws na afloop in alle kranten? Dat Feyenoord zich nooit bij Watford heeft gemeld om Daryl Janmaat over te nemen. Maar dat hij niks uitsluit in de toekomst. Ik heb gezegd dat ik ooit wel weer zeker voor Feyenoord wil spelen. Maar ik ga er pas over nadenken als het... Als dat moment zover is. Het heeft nu geen zin om erover na te denken, want het speelt niet. Ik speel bij Watford en het gaat goed daar, dus ik wil me daar op richten. Verder was het natuurlijk erg jammer dat de week van Wes overschaduwd werd door de soap rondom Joël Drommel. Drommels! Drommels! En nog eens Drommel! De eerste keeper van Twente was derde keeper bij Jong Oranje en verliet het trainingskamp. Godverdomme, waar wij een kutkeeper. Sparta mist deze interlandperiode 4 spelers. En de club vindt dat eerste divisie spelers niet moeten worden opgeroepen voor oefenwedstrijden van KNVB-ploegen. Ja,
Later werd Drommel door de KNVB voor 2 wedstrijden geschorst. Dat werd er uiteindelijk 1. En er verschenen verhalen dat Sparta zelfs voor die schorsing zou hebben gepleit. Ik vond het grappig om terug te lezen dat ergens mijn naam wordt genoemd in een interview. Dat ik woest zou zijn en weet ik veel wat allemaal. Ja, ik heb er wel een mening over. Maar ik heb me tot nu toe niet geuit. Journalisten uit de buurt van Enschede schrijven dan weer dat er sneuwe mensen werken bij Sparta. Ja, dan is het sneu dat zo'n man in de voetballerij zit. Nou, met de journalistiek in Nederland zit het wel goed. Kutkamp! Kutkamp! Ja, dat we net weten, dat het goed gaat met de journalistiek in Nederland. Nee, inderdaad. Ja, dat we het eventjes op een rijtje hebben staan. Even op onze plek gezet. Ja, door die man, hè? Ja, dat je het duidelijk hebt. Was trouwens onzin, die wedstrijd nou voor, was je het eens met Hugo of niet? Over... Nou, nee, tuurlijk. Kijk, er zat natuurlijk een heel duidelijke spagaat in. Ja. Het is niet de perfecte voorbereiding op Frankrijk. Dat heb je gisteren natuurlijk ook heel duidelijk gezien. Ik denk dat Koeman er alleen maar meer zorgen bij heeft gekregen door die wedstrijd en niet minder. Dus tuurlijk, op dat vlak had Hugo wel gelijk. Alleen ja, kijk, tegelijkertijd, we zeggen altijd dat we niet goed zijn en afscheid nemen. En dan doen we het een keer goed. Ja. En dan is het ook niet goed. Die kans snap ik ook wel. Dus, nou, Sneijder nam het vooral heel erg persoonlijk en dat had hij niet moeten doen. Weet je, wat Hugo inderdaad zegt, daar heeft hij zeker een punt. Alleen Sneijder die nam het wat persoonlijk op, maar dat... Weet je, al had dat nou, of het nou Van Persie daar had gezeten of Dirk Kuyt, wie dan ook. Ja. Het punt is natuurlijk, we hebben natuurlijk zo lang geen EK en WK gespeeld. En als je dan een extra kans krijgt en je gaat dan afscheid van spelers nemen in de voorbereiding. Ja, dat is niet het handigste moment. Ja, er werd niet gevoetbald in de Eredivisie. Dion de Bruin vraagt Dennis, worden jullie ook stadionmoe? Want het was wel de week van het stadion van Feyenoord, tenminste. Dat is al 2 weken. Ik ben al een hele tijd stadiondiscussie moe, want als sinds ik bij Rijnmond werk... En dat is al deze discussie. Dus dat is al heel lang. Dat is al heel lang intussen. En je snakt wel een keer nadat er een keer een, let wel, goed besluit genomen wordt. Dat er een besluit wordt genomen, laten we daarmee beginnen. Nou, toch? Nee, ja, als je een besluit hebt, moet het wel een goed besluit zijn. Niemand weet nog wat het goede besluit is. Dan moet je toch teruggaan naar de kern, want zo ingewikkeld is het niet. Je moet iets hebben waar Feyenoord er uiteindelijk op vooruit gaat, zodat je dat gat met PSV en Ajax kan dichten. Ja. Ja. Nee, maar dat was 15 jaar geleden ook al duidelijk. Ja. Alleen ja, god, het duurt even. Ja, maar... Ik vind het ook onbegrijpelijk dat het allemaal zo lang duurt. Ja. Maar... Het is niet zo dat het zo simpel is. Het is het meest complexe waar natuurlijk fout gaat of verkeerd is gegaan, is dat als je even dan PSV en Ajax vergelijkt met de Amsterdam Arena en nou is het stadion van PSV al vrij lang hetzelfde. Ja, maar dat is alleen maar verbouwd aan de bovenkant. Wat precies, maar dat heeft verder niets met woningbouw en wijkbouw en dergelijke en dat soort factoren te maken. Infrastructurele problemen die zijn er eigenlijk bij de Arena en bij PSV niet. Weet je? En fijn, dat wordt het zo complex nu. Ja, dat het inmiddels en dat en dat en dat en dat bij elkaar. Zo ligt het PSV-stadion ook midden in de stad. Ja. Dus zo makkelijk is dat ook niet te bereiken. Maar goed, dat is een zijpad. Maar goed, maar het feit is nu weer dat er nu weer wordt gezegd... Ja, moeten we 33 miljoen gaan bezuinigen. Dus er is jarenlang getekend aan het ultieme perfecte stadion. Nou hoorden we vorige week al dat... De 2 miljoen te optimistisch was begroot op de horeca-inkomsten. En nu moet er nog eens een keer 33 miljoen bezuinigd worden op een stadion. Want het mag niet duurder worden dan het vastgestelde bedrag. Dat is toch bizar? Ja, het is allemaal heel bizar. Het is ook bizar hoe weinig het relatief oplevert. Dat vind ik ook best wel apart. Maar goed, waar we het er niet al over eens zijn in die 15 jaar durende... of misschien wel 20 jaar inmiddels... durende stadiondiscussie is dat als ze gewoon... één keer eerder in een eerdere fase gerenoveerd hadden, dan was de achterstand nu onmogelijk zo groot geweest. Ze hadden dat op zijn minst, dat hadden ze 10 jaar geleden natuurlijk al lang kunnen doen. Daar waren genoeg haalbare plannen voor. En dan had je misschien geen 50 jaar overbrugd, maar had je in ieder geval deze periode overbrugd. En nu, als je de huidige Kuip dingen had verbouwd, bedoel jij? Ja, nee, tuurlijk. Het bandplan had natuurlijk ook al lang, dat was nu klaar geweest, hè, als het was doorgegaan. En dan had je in ieder geval weer tijd gewonnen en dan had je daarna alsnog kunnen nadenken. Maar hoe lang het nu al stil ligt, is natuurlijk belachelijk. En hoe langer het duurt, hoe verder de achterstand op PSV en Ajax oploopt. Ja, maar het gaat weer langer duren. Hè? In de gemeenteraad was het de bedoeling dat er een debat zou komen. Nou, dat is dan uiteindelijk weggestemd. Hè? Nu nou, redelijk snel afgetikt, zeg maar. Doen we niet, toch? Nou, het is een actualiteitendebat is het geweest. En dat is inderdaad iets wat binnen een paar minuten wordt afgetikt. Door echt een volwaardig debat. Ja, ik heb zoiets van, waarom zou je dat niet doen? Het gaat om zoveel geld. Het is voor de gemeente, het is meer dan alleen het belang van Feyenoord. Als je zo'n hele gebiedsvisie eromheen hebt. Ja, waarom zou je het niet doen, zo'n debat? Nou, nu zegt uiteindelijk wethouder Visser van dat hele plan openbaar maken. Hè, van de International Stadia Group. Dat gaat niet.
Nu heeft hij wel voorgesteld dat er over 3 maanden van nu, dat er dan iemand van die International Stadium Group dan de raad komt bijpraten van hoe het ervoor staat. Maar hier gaat het dus eigenlijk toch mis als je erover na gaat denken dat het over communicatie gaat, dat alles zeg maar zo op een afstand is. We weten niet precies wat er aan de hand is. Nee, dit kunnen we ook niet openbaar maken, het plan. Dan is het toch voor niemand duidelijk wat goed is. Gooi het gewoon in de open en dan zorg dat... Ik snap dat niet alles in de openbaarheid kan, want er zit ook gewoon gevoelige, vertrouwelijke bedrijfsinformatie in dat plan. Maar dan scherm je dat gedeelte of iets meer transparantie dan wat er nu is. En dat was ook bij die vorige plannen. Altijd viel dit woord, hè, openheid en transparantie. Er zijn al vaker in dit dossier zit daarop gestrand. En dat begrijp ik niet. Jij zei deze week, ik wil geen top 3. Er is geen top 3 meer, er is nog maar een top 2 in Nederland. Financieel is dat natuurlijk zo. Ja. De achterstand is begroting technisch is gigantisch. En als je ziet dat PSV en Ajax dan ook nog Champions League halen, ja, dan wordt het gat nog wat groter. Moet je je voorstellen dat Ajax en PSV, of een van de twee, de komende 4 jaar steeds Champions League halen. Ja, dan is het al helemaal niet meer te overbruggen. En dan kun je toch dus beide 35 miljoen dit jaar? Ja, 35, 40 miljoen. Dat is meer dan de helft van de begroting van Feyenoord, klopt dat? Ja, ja, klopt. Het enige voordeel is dat we natuurlijk wel onlangs gemeenteraadsverkiezingen gehad hebben. Waardoor natuurlijk, maar als je een nieuwe coalitie krijgt over 2 jaar, dat je weer door de gemeente moet met die plannen. Dat je met een andere coalitie die zeggen van gaan we niet doen. Dat is over 4 jaar. Maar dat is even terzijde, dus dat is het enige voordeel. Ondertussen is er nog wel iets anders dat speelt. Dan hebben we het over Yassine Soren. Die is de zaakwaarnemer Wie? Van onder andere Tony Villena. Ga ik je nu uitleggen. Maar is ook analist. En die heeft ook onderzoek gedaan naar de structuren, bestuursstructuren van de diverse betaald voetbalorganisaties in Nederland. En die kwam bij Feyenoord uit en die maakt zich toen wel enigszins zorgen. Als je kijkt nu naar de actualiteit, dan zie je gewoon dat de vrienden van Feyenoord, dat is wat mij betreft een geposition. Feyenoord moet verder. Vrienden van Feyenoord die hebben aandelen in bezit. Verder gebeurt daar niet zo heel veel. Er is ook niet heel veel toegevoegde waarde. Het is een stille investering voor de vrienden van Feyenoord. Dus ik denk dat Feyenoord, als ze echt snel verder vooruit willen, moeten ze snel baas in eigen huis zijn, maar dan ook 100%. En daarmee ook eventueel kunnen kiezen met wie en hoe, op welke manier kunnen wij samenwerken om onze positie voor de toekomst te verstevigen. Hoe heet zijn bedrijf eigenlijk? Was me niet duidelijk. Ja. Maar je hebt hem uitgelegd. Het regende bijbestelen, maar ze moesten bij dat bord staan. Ja, precies. Ja. Dat was echt handen, een parapluutje erboven en daarna afdrogen. Maar hij zegt dus dat Feyenoord wel snel mogelijk die eigen aandelen terug moet kopen. Ja, kijk, daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Want het is verre van een ideale situatie. Je kan het kan gebeuren. Dat er inderdaad een rijke Arabier of wat voor nationaliteit dan ook aanklopt. En die 49% van de vrienden van Feyenoord wil overkopen. Feyenoord kan dat alleen dwarsbomen als zij voor datzelfde bedrag binnen 3 maanden alsnog die aandelen overnemen. Alleen, als die vrienden het zelf willen verkopen, hè? Dat is dan een andere kant. Ja, en dan heb je ook nog gewoon de kosten die Feyenoord sowieso maakt in die constructie met de vrienden van Feyenoord. Want dat kost gewoon geld. Hè? Het zijn vrienden en het is een vriendendienst. Maar het kost nog steeds flink wat geld wat Feyenoord het liefste aan andere zaken wil besteden. Alleen om nu, als het pleidooi nu eigenlijk alles wat je hebt topprioriteit nummer 1 te hebben om die aandelen terug te kopen. Ja, dat kan gewoon niet. Feyenoord moest ook investeren in een nieuw trainingscomplex. Daar heeft iedereen de noodzaak van kunnen zien. Niks meer in je selectie steken de afgelopen jaren. Dat lijkt me ook geen optie. Daar was denk ik ook heel veel kritiek op gekomen als ze die keuze hadden gemaakt. Dus ja, je hebt meerdere prioriteiten. Je kan niet al je geld aan 1 ding uitgeven. Maar nou even advocaat van de duivel. Zou Feyenoord in wie ze optiek dan ook eventjes. Maar als we kijken naar United, City, die allemaal in eigendom zijn van grote, in dit geval Amerikanen. Dat zou Feyenoord wel enorm financieel helpen. Ja, dat zou sowieso niet. Die vraag heb ik ook gesteld. Het hele interview staat op de site. Dat zou sowieso ook. Ze krijgen nooit een meerderheid van aandelen. Dat is afgetimmerd. Het is nooit meer dan 49%. Maar je hebt dan wel te maken met een partij. Die kunnen dan commissarissen voordragen in die RVC. Die hebben altijd uiteindelijk toch een vinger in de pap. Het is niet, er komt niet opeens iemand met een zak geld aan die helemaal niets in te brokkelen wil. Ik snap de weerstand wel. En er wordt er dan een karikatuur van gemaakt dat het dan een sjeik is. Pierre had het daar geloof ik over laatst. Ja, Pierre had ook. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel partijen die wel heel interessant zouden kunnen zijn voor Feyenoord. Financieel gezien. En die de club wel verder zou kunnen helpen. Goed, investeerders. Ja. Echt grote investeerders. En ik vraag me af of die in Nederland terechtkomen, hoor, want de Eredivisie is daar niet zo heel interessant voor. Maar goed, in Engeland gebeurt dat natuurlijk volop. En daar moet je heel kritisch naar kijken. Je moet niet meteen juichend bij de poort staan. En daarom moet je er wel zelf leading in kunnen zijn. Daarom moet je er wel zelf leading in kunnen zijn in welke partij. Ja, maar dat gaat dus niet meer gebeuren, toch? Dat is wel een beetje utopisch, want dat ontstaat natuurlijk heel vaak. Kijk, Manchester City werd ook op een moment gekocht dat het nood hoog was. En ja, ik ben ook geen fan van, laat het duidelijk zijn. Maar ik vind het ook een beetje te makkelijk om te zeggen, ja, dat moeten we allemaal niet doen, dat moeten we allemaal niet willen.
soms ben je als club in een positie dat het je wel verder kan helpen. Dat onder bepaalde voorwaarden. Als we die Champions League miljoenen optellen bij elkaar. Ik bedoel, Ajax betaalt nu aan Tadić en Blind salarissen van 4 miljoen. Ziyech is omhoog gegaan. Ja. Dat kan natuurlijk Feyenoord zometeen nooit meer betalen. Tenzij er steun van buitenaf komt. Nee, precies. Dus ja, dat is eigenlijk waar we het net in het begin al over hadden. Ja. Dat gat wordt allemaal groter. En ook, dat kan niet anders dan dat het ook sportief gaat groeien. Want als Ajax dat soort spelers kan halen van die categorie. Dan, dan wordt de afstand onoverbrugbaar. Ja, maar voorlopig is het interessanter om ADO te kopen door een Chinees of Vitesse door een Rus dan Feyenoord. Ja, voorlopig wel, maar... Tot nu, ik weet niet of het voor die Chinezen een succes is met ADO. Weet je, ik weet niet of er mensen inmiddels Chinezen in een groen-geel shirt nee, maar dat is wel een heel ander door gang verhaal. Zou lopen. Ja, maar volgens mij is wel een heel ander verhaal. Ja, dat is iets anders. Ja, Feyenoord heeft natuurlijk wel een veel grotere markt. Nee, dat is zeker. Ja. Ik heb maar nog steeds is er een Chinees die ADO daarna gekocht heeft. Dus. Ja. Zullen we het maar eens over voetbal gaan hebben? Graag. Ja? Je bedoelt je niet over ADO? Oh, nee, laten we eens over voetbal hebben. Want normaal rond deze interlandperiode werd Jordi Klaas vroeger wel eens opgeroepen natuurlijk bij Nederland zelf. Dan nu verbleef hij in Rotterdam om te kijken en te trainen met Feyenoord. Dit is met frisse tegenzin het veld oplopen. En fris is het zeker. De regen valt met bakken uit de lucht. De selectie van Feyenoord traint deze week ook lang niet compleet. Veel spelers zijn bij nationale ploegen. Er was een tijd dat Jordi Klaas ook regelmatig werd opgeroepen. Hij speelde niet voor niets 17 interlands. Maar de laatste is alweer 2 jaar geleden. Op dit moment ben ik daar ook helemaal niet mee bezig. Voor mij is het zelf belangrijk natuurlijk om zoveel mogelijk minuten te maken. Maar op dit moment is het gewoon volledig terecht dat je daar natuurlijk niet bij zit. Dus nee, daar is verder geen discussie over mogelijk. Geen oranje dus voorlopig voor de realistische Klaasie, die nog lang niet zo goed is als tijdens het WK in Brazilië bijvoorbeeld. Voor het eerst in 3 jaar is hij bij zijn club weer onomstreden basisspeler. Ik voel me wel steeds fitter worden, dat wel. Je denkt natuurlijk van dat je misschien binnen 1 wedstrijden je ritme terug hebt, maar dan pas merk je eigenlijk hoe belangrijk en hoe je het nodig hebt als een speler zijn eigenlijk om zoveel mogelijk minuten te maken en ook gewoon in een vast ritme te komen. En dat heb ik de laatste jaren heel erg gemist. Dus ik hoop gewoon snel mogelijk weer 100% te zijn. Dolgelukkig was Klaasie toen hij eind juli door Southampton werd verhuurd aan Feyenoord. Eindelijk weer spelen. Toen Ronald Koeman wegging bij die club uit Zuid-Engeland speelde Klaasie vaker niet dan wel. En later bij Club Brugge ook. Dat is niet fijn. Ik heb het zelf meegemaakt natuurlijk. Dat was eigenlijk de eerste periode dat ik het eigenlijk wat moeilijker had dan je eigenlijk had gehoopt. Voordat je die stap maakte richting Engeland. Ik heb natuurlijk hier bij Feyenoord altijd alles gespeeld. Mijn eerste jaar Engeland ook gewoon bijna alles gespeeld. En eigenlijk vanaf het tweede jaar kom je in een fase waarin je eigenlijk bijna gewoon tot dezelfde helemaal niet meer speelt. En sommige voetballers maken het mee en ik heb die periode ook doorstaan. En het is niet even leuk, maar... Ja, het hoort er eenmaal bij. Je hebt natuurlijk ploeggenoten die ook goed kunnen voetballen. Ja, en dan kan het soms zijn dat je buiten de boot valt. Persoonlijk is voor Klaasie het belangrijkst dat hij weer dagelijks met plezier op het veld staat. Weer of geen weer. Na dit seizoen heeft hij nog voor 1 jaar contract bij Southampton. Zelf heeft hij nog geen idee of hij terugkeert naar Engeland of dat hij op vertrouwde Rotterdamse bodem blijft. Ja, dat is afwachten. Ik ben op dit moment gehuurd zonder optie te kopen. Maar op dit moment ben ik gelukkig hier. En ik denk dat wel genoeg is wat ik dan daarmee heb gezegd, dat ik gelukkig ben hier. Maar wat ik net zeg, het is altijd afwachten. En dan moet van alle kanten moet het kloppen. Met Southampton, met Feyenoord en voor mezelf natuurlijk ook. Dus dat is afwachten. Nou, dat is duidelijk. Die wil terug. Ja, nee, maar dat is toch algemeen bekend. Ja, precies. Die gaat echt niet nog een jaar in Southampton zitten natuurlijk. Nee, was wel trouwens wel steun in dat boek van Rob Jansen dat zo nadrukkelijk naar voren kwam dat hij werd genoemd in Italië. Zei Rob Jansen niet doen, vriendin heeft haar heimwee, dus lekker daar laten. Dat ja, is nou, hij hecht aan thuis, dus daar is op zich niks mis mee. Nee. Is hij aan de beterende hand bij Feyenoord? Zie je dat hij beter begint te voetballen? Ja, hij gaat wel steeds iets beter voetballen, maar het is nog lang niet op het niveau dat we gewend waren. En dat is eigenlijk best wel cynisch, want... In het eerste seizoen denk je van, hij gaat in de Premier League voetballen, daar kun je alleen maar beter van worden. Maar dat blijkt dus ook echt niet zo te zijn. Je kunt echt een soort van een enorme stap terugmaken in 4 jaar tijd. Dat is wel heel erg jammer. Maar had dat uitgemaakt, als hij elke week had gespeeld, was hij wel beter geworden natuurlijk, toch? Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Maar het is, vaak is het verhaal van als je naar Engeland gaat en naar de Premier League, dan word je sterker, dan word je completer enzovoort. Ja, daar zie je natuurlijk niet zoveel van terug bij hem. Nee. Nou, eerlijk zijn. Nee, dat is waar. Nou komt Jurgensen natuurlijk terug van de blessure. Dennis heeft gespeeld, hè, deze week. Ja, oefenduel tegen NEC. Achter gesloten deur heeft hij een helft in gespeeld. Ook gelijk 1 keer gescoord. Ja. Ja, als je dan weer speelt, dan zou je zeggen met AZ uit over ruim een week gelijk maar weer in de basis zetten ook. Maar dan krijg je natuurlijk de vraag, hoe gaat die tombola dan werken bij Feyenoord?
Nou, ik denk Van Persie dan achter, eigenlijk hoe het in de bekerfinale tegen AZ ook was. Hè? Dus Van Persie erachter en Toornstra aan die linkerkant op zijn manier. Zeker nu alle linksbuitens bij Feyenoord. Degene die nog over zijn in elk geval allemaal niet de grote vorm hebben. Lijkt me dat de meest logische optie hoe Gio het in ieder geval in eerste instantie gaat oplossen. Ja, is dat de ideale oplossing, Geert? Ja, omdat je inderdaad geen goede linksbuiten hebt. Ik hoop alleen dat, nou speelde Sam Larsson de afgelopen wedstrijd bij Zweden niet. Half uurtje. Ja, maar in ieder geval niet vanaf het begin. En ik hoop ook dat, dat er iemand van Feyenoord gaat kijken daar. Om te kijken hoe hij bij het Zweedse elftal speelt. Want ik heb wel eens eerder gezegd hier. Het is niet zo dat Larsson opeens gestopt is. Of zijn kwaliteit is kwijtgeraakt. Of ergens achter in het toilet heeft laten liggen. Feyenoord moet natuurlijk ook gaan afvragen waarom Larsson niet presteert. En misschien in een ander elftal met een ander... andere tactiek of iets, dat die wel functioneert. Toch zou het ook gewoon kunnen dat dit zijn niveau is. En er worden allerlei theorieën losgelaten op kuitvrees enzovoort. Bij Heerenveen was hij ook nooit 3 wedstrijden achter elkaar goed. Nee. Dan was hij af en toe 1 wedstrijd goed. Dat was ook helemaal aan het begin toen ze hem haalden, was dat de grote vraag. De skepsis ook vanuit Heerenveen. Die zeiden van ja, hij is inderdaad soms heel goed. Maar hij is nooit over een lange periode goed. En Ajax zei destijds, heel stellig, dat doen ze bijna nooit, die vinden we gewoon niet goed genoeg. Dus het, ja, je kunt ook, het kan zo zijn dat dit het is, hè? Nee, het kan ook zeker. Alleen, Feyenoord moet daar wel alles hebben uitgehaald. En ik vind nu dat ze hem een beetje aan een lot overlaten. Dat is misschien iets wat overdreven. Maar gewoon daar op links buiten neerzetten en ga er maar aan staan. Ja, daar wordt die jongen, als hij het al moeilijk heeft, zeker niet beter van. Nee, maar wat Thomas van ook zei hier in de uitzending, hij wil de bal hebben. Dus hij is niet bang. Kuipvrees heeft hij niet, want hij wil gewoon steeds de bal hebben. Hij is ook absoluut niet bang. Nee, dat geloof ik ook. En dat is dan wel iets waarvoor hij zei, laten we maar eventjes hier doorheen gaan en kijken wat er gebeurt. Maar misschien is het wel gewoon zijn top, hè? Dat kan. Zullen we eens hebben over een andere speler die zomaar terug kan keren naar de Eredivisie? Ik ben niet gebeld. Nee. Ze hebben bij Excelsior heel veel spitsen gebeld afgelopen jaar. Misschien zegt dat ook wat, weet niet. Maar voor Walking Voetbal zocht ze nog iemand. Wil je daarmee doen? Als scheidsrechter? Nee, om mee te doen, zeg maar. Samen met Sjaak Roggeveen misschien in het team. Sjaak Zwart dan, weet je. Ja, dat is misschien wel leuk, ja. Maar goed, het ging erom, zeg maar, dat Mounir El Hamdaoui deze week op het trainingsveld stond bij Excelsior 2 dagen. Ja, de vraag is natuurlijk een beetje, wat wil hij zelf? Ik heb afgesproken dat ik ga meetrainen en dat we dan gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Hoe fit ben je eigenlijk? Ik moet zeggen dat ik vrij fit ben. Ik heb gewoon doorgetraind voor mezelf. Alleen met het team trainen is natuurlijk wat anders. Maar ik voel me lekker. Technisch directeur, dachten wij, was jij bij een club in Marokko. Ja. Maar daar blijkt voor mij helemaal niets van waar te zijn, hè? Nee. Ik ben officieel absoluut geen technisch directeur daar. Er is me wel het een en ander aangeboden daar, maar nee, daar ben ik niet op ingegaan. Ik heb ze geholpen met wat spelers en that's it eigenlijk. Geen idee, wat spelers er naartoe gebracht en weer snel weggegaan naar Nederland. Maar dat was een vierde klasse of zo? Of, nee, hoogste niveau. Hoogste niveau. Ja, een aantal jongens naartoe gebracht. Maar Elham, doe je bij Excelsior? Ja, Twente was geen succes, hè, vorig jaar. Nee. Ik vind het voor het sentiment vind ik het mooi. Begonnen daar. Ja, hè? Ja, nee, tuurlijk. Dat is mooi. Maar als je heel kritisch naar zijn carrière kijkt en ook hoe dat de laatste jaren ging. Ja, dan hoef je ook niet meteen juichend op de banken te staan als Excelsior supporter. Ik weet niet of jij dat doet. Ik sta niet juichend op de banken nog. Maar veel spelers wel in die selectie. Dat is de andere kant, ja. We hebben de meerdere gesproken en allemaal zeggen ze van ja, zo snel mogelijk doen. Eigenlijk wat je ook hoorde toen Van Persie bij Feyenoord terugkwam. Hè, het niveau alleen al op trainingen, manier van ballen inspelen. Ja. Maar er is ook niemand die gaat zeggen, joh, weet je, om manier ga even lekker weg, want we zijn met iets anders bezig. Niet tegen hem, maar misschien wel achter de schermen tegen de VVD, dat ze wel eerlijk zijn. Kijk, hij heeft natuurlijk heel veel kwaliteiten. En ik geloof ook, net als Robin van Persie, die heeft ook nog steeds de kwaliteiten. Heb jij met hem gespeeld eigenlijk? Bij Willem II. Bij Willem II, ja. Ja, dus een jaar. En toen was hij nog ineens op zijn beste niveau, want dat vond ik later bij AZ. Onder Dennis van Wijk was dat, hè? Ja, daar kunnen we wel een boompje over opzetten. Ja. Nou, laten we dat vooral niet doen. Nee, maar... Leuk voorzetje. Ik kan zo een paar anekdotes eruit gooien, zijn we een half uur verder. Maar nee, kijk, hij kan zeker voetballen. Alleen hij heeft de afgelopen half jaar natuurlijk bij FC Twente, geloof ik, 1 officiële wedstrijd gestart en 150, 200 minuten gemaakt. 171 minuten. Kijk eens, aardige gok. Maar... dat betekent natuurlijk niet dat hij nu, we hebben natuurlijk een zomerstop gehad. Ik denk dat het voor hem heel belangrijk is, dat het van Persie, dat hij gewoon 3, 4, 5 maanden gewoon goed gaat trainen.
En blijken of die fit is. Want anders heeft Excelsior ook niks aan hem. Nee, want hij heeft al een naam gehad, natuurlijk een moeilijke jongen te zijn geweest. Vooral met die Ajax-periode. En was hij bij Willem II lastig of niet? Nee, ik vind het niet de meest sympathieke, gezellige man. Maar ja, lastig vond ik hem niet. Nee, maar als je de spelers nu hoort, die ze hebben bij trainingen, zegt hij coach gelijk. Hij zegt gelijk hoe je de bal moet in. Een beetje wat Van Persie bij Feyenoord had. Ja, maar het kan toch ook zijn dat je volwassen wordt en een beetje verandert in je houding. En dat je wat minder, nou, dat heeft Van Persie ook doorgemaakt. Die dacht vroeger ook alleen maar aan zichzelf. En dat is nu heel anders. Ja. Dus dat kan bij alle handoei ook goed zijn. Maar inderdaad, wat Geert zegt, dat is natuurlijk het grootste punt. Is hij zo fit dat hij pakweg in december alweer kan voetballen? Nou, ik denk dat zelfs krap wordt. Want dat is heel vaak als je dat soort jongens binnenhaalt. Dan denk je van, een week of zes. Maar hoe oud is die? 34? 34, ja. Ja. En kijk even wat hij zelf zei. Hoe fit ben je? Vroeg onze collega. Ik ben redelijk fit. Nou ja, dat geeft ook aan. Op het moment dat je zegt, ik ben er klaar voor. Dan zeg ik, ik ben er klaar voor. Ja. Maar je ziet dus aan hemzelf, en alleen wat hij zegt, dus dat hij zover nog niet is. Nee. Nou, dus terecht dat Adriaan... Maar voor de selectie zou het natuurlijk wel een aanvulling zijn, want zoveel spitsen hebben ze helemaal niet. Als die jongen kwaliteit is, maar ja. Dat was Van Persie voor Feyenoord ook. Precies. Ja. Kwaliteit is natuurlijk de discussie niet. Nee. Nee. Niemand hoeft hem uit te leggen hoe hij een bal aanneemt en hoe die bal binnen moet schieten. Heeft hij niet meegedaan tegen Lokeren, waar ze gisteren met 1-0 verloren? Dat wilden ze ook niet doen. Ze zeiden rustig aan, we kijken, we gaan een paar weken meetrainen. En als het dan inderdaad bevalt en goed genoeg is, dan gaan ze met hem misschien wel om tafel. We gaan zo terug praten over Sparta en FC Dordrecht. Eerst maar eens even kijken naar de vlog van Helene. Nou, Peter, ja, jij bent dus de bedenker-maker van deze geweldige auto. Dus ja, brand los. Verbaasde mij hoeveel mensen reageren op het autootje. Bij een benzinepomp kan ik een kwartier, 20 minuten moeten tanken omdat mensen erin willen zitten, er een praatje over hebben of wat dan ook. Ik ben één keer aangehouden door de politie. Die heeft een kilometer of twee achter me aangereden. En uiteindelijk moest ik volgen. En de beste man die zei, ja sorry dat ik nou. Maak je heel graag een foto van de auto. Johan! Hallo! Meiden! Hoi, ik ben Daisy. En ik ben Anna. Wat gebeurt er hier op straat als jullie in dit autootje rijden? Wat gebeurt er met je omgeving, met de mensen? Hoe reageren ze? Ja, iedereen wordt helemaal gek. Iedereen wil foto's maken. Ik durf bijna niet te vragen, maar mag ik straks op jouw plek zitten dan? Tuurlijk. Let's go! Yes. We gaan volgende wedstrijd naar de Kuip. Ja. Mag je tegenwoordig met je 12e al in zo'n auto rijden? Ja, dus je mag op jonge leeftijd met dat ding al rijden. Ja. Welke club ging dit nou? Dat werd niet gezegd. Nee, was dat duidelijk? Was die duidelijk voor je? Nee, hè? Goed, wil je trouwens nog... heb je ook een bijzondere Feyenoord-verzameling? Bijvoorbeeld Gerard Meijer heeft dat. Gaan we binnenkort met Helene met de camera langs. Maar heb je dat ook? Meld je dan even aan via sport@rijnmond.nl. En dan staat zij joehoe voor je deur. En wie weet dat hele mooie beelden oplevert. Gaan wij nog even praten over Sparta en Dordrecht. En we moeten het even hebben over Dordrecht, voordat we over Sparta hebben, Dennis. Want dat die knollentuin waar ze op trainen. Nou ja, Dordrecht heeft natuurlijk gelukkig afscheid genomen van het kunstgrasveld in het stadion. Maar wat is het probleem dan gelijk als je van kunstgras afscheid neemt? Dan kun je niet meer elke keer in het stadion trainen. En daarom is het ook kunstgras in het betaald voetbal. Ze trainen nu op een knollenveld. Het is, van de schietvereniging. De Duitse schietvereniging heeft een veld beschikbaar gesteld. Dus ze moeten ook al van die hindernissen ontwijken tijdens de training. Er liggen toch allerlei goede velden omheen? Mogen ze daar niet? Ja, blijkbaar niet. Zo goed vond ik ligt het er niet bij. Ja, maar je hebt toch al die amateurclubs die eromheen liggen? Dat is wel normaal. Ze zijn heel veel aan het verbouwen daar ook momenteel. Okay. Ja. Maar is dat de reden dat ze 1 punt hebben tot op heden? Nee, dat is te makkelijk. Hetzelfde probleem als wat je eigenlijk bij Excelsior hebt. Het totaal gebrek aan scorend vermogen. Want zo slecht spelen ze zeker niet. Thuis tegen Helmond niet. Bij NEC uit waren ze gewoon de betere. Ja, het zou mooi zijn als ze tegen Telstar wel een paar van die kansen ingaan vanavond. Dan ziet het er alweer wat beter uit. Ja, zullen we nog even hebben over Sparta en ook even de Jupiler League doornemen? Want daar heb je dus die keeper, die Drommel.
Sorry, de keukenkampioen divisie heet dat. Ik ben er niet helemaal over uit. Waarom zeg je niet gewoon eerste divisie? Hoor? Zijn we er vanaf. Ja. Ik ga echt nooit van mijn leven keukenkampioen divisie. Nou, heb je dit gedaan? Ja, jammer dit. Maar dat is een keeper bij Twente. Dat wordt opgeroepen voor Jong Oranje. Dat is wel een rare soap dat je dan ook nu moet voetballen in die eerste divisie. Het is een hele rare zaak. Maar om eerlijk te zijn, ik snap het principe wel van de KNVB. Omdat die proberen al jaren om met die clubs tot duidelijke afspraken te komen. Ook om het belang van het Nederlands voetbal te dienen. Mm-hmm. Dat lukt steeds maar niet, want die clubs die denken aan zichzelf en die spelers denken aan zichzelf. En ik weet ook wel dat je een blessure kunt faken. Dat gaat natuurlijk ook gebeuren. Maar ik snap wel dat ze een punt willen maken, eerlijk gezegd. Dat ze op een gegeven moment zeggen van joh, we zijn er helemaal klaar mee met die afmeldingen. We gaan nu eens even een strakkere lijn trekken. En daar is Drommel helaas voor hem. Ja, de arme Drommel. Het slachtoffer van. Ja, ja maar, Die moet ergens beginnen. Als ik mag inhaken, kijk, als er afspraken tussen de clubs en de KNVB gemaakt worden, kijk, hoe vaak komt het voor dat er een speler uit de eerste divisie meegaat naar een nou ja, nu bij Sparta toch ook onder 20, heeft er ook twee jongens bij onder 20, ja, moet ook gewoon spelen. Ja, maar als het dan voorkomt, geeft die elftallen dan vrij? Weet je, ik vind niet, een club betaalt zijn spelers, die staan op de loonlijst, die jongens. En vervolgens komt de KNVB, die plant of de UEFA, die data, die zijn tegelijk, die wedstrijden zijn tegelijk. En de clubs worden benaderd, maar zij betalen de salarissen. Ja, dus maar dat is niet helemaal waar, Geert. Want die clubs die hebben gewoon meebeslist. Dit is gewoon voorgelegd aan de clubs. En die hebben met een ruime meerderheid hebben die er toegestaan. Ja, Sparta zat toen nog in de Eredivisie. Dat is natuurlijk aan de andere kant. Ja, nee, oké. Okay. Maar goed, hoe moet je, dat is maar wat is dan, dat zo wat is dan de grens? Stel dat Sparta, laten we Sparta even als voorbeeld nemen. Er worden 6 spelers bij Sparta weggehaald. Ja. Weet je, dus dan moet Sparta en bij Dordrecht gebeurt het misschien niet, maar bij Sparta wel. Dan zou jij vinden dat Sparta vrij zou moeten krijgen die speelronde? Nou ja, ik vind dat het in ieder geval iets anders voor, want dit gaat natuurlijk vaker voorkomen. Ja, maar goed, dat hadden die clubs dan ook aan kunnen dragen. Maar dat is allemaal besproken. Het is niet zo dat is wel vaak een misverstand dat de KNVB dat beslist. Dat het is niet eenzijdig opgelegd, nee. Nee. Dus ze waren er zelf bij in de meeste gevallen. En dan kun je ook een voorbehoud inbouwen. Je kunt ook zeggen van oké. Als er meer dan één is, dan moet er een andere oplossing komen. Ja, nou dat mogen ze gaan overleggen. Sparta trouwens wel Dabo vastgelegd, hè? Vorig jaar nog Vitesse. Ja, die is vooral bekend geworden van dat eigen doelpunt. Ga je er zelf over beginnen? Ja. Ja, ik zit de hele dag van het stadion. Nou, dan gaan we afronden. Als je over dat ding weer gaat beginnen, dan moeten we afronden. Sorry, ik hoor net in de regie dat we... Ik schoot ook een eigen precies, doelpunt. Precies, jij ook. Goed, dit was FC Rijnmond voor vandaag. Sjoerd, dank. Dennis en Geert ook dank. Dank voor het kijken. Ook het voetbal natuurlijk te volgen vanavond in de keukenkampioen divisie op Radio Rijnmond. Maandag doe nou niet. Ik zit hier in de afkondiging op die camera. Maandag is er weer FC Rijnmond. En dan zit onder andere de desk hier Henk Vrezer. En dan kunnen we uitgebreid met Henk gaan praten, denk ik, over wat een van zijn spelers deze week heeft opgenomen. Want dit is de primeur van de nieuwe clip van Royce van Drenthe. Fijn weekend. En Santos. Alles draait om jou. Hij kan daar niet mooie dame.